In deze video wil ik je laten zien hoe je webiconen kunt maken voor je website. En ik bedoel niet alleen de favicon-iconen, dus de icoontjes die je ziet in de browser-tab van een website of in de favorieten van een website. Maar ik bedoel ook de iconen die mensen op een smartphone of tablet kunnen gebruiken of zien wanneer ze jouw website aan het startscherm toevoegen. Ik heb een plaatje gemaakt welke als webicoon gaat fungeren. En hier zie je het plaatje. Ik heb het plaatje op de website canva.com gemaakt. En ik heb een plaatje van 260 pixels hoog en 260 pixels breed gebruikt. En ik heb zelf dit plaatje zo samengesteld. En het is niet echt mooi. Je kunt vast zelf veel mooiere plaatjes maken voor je webicoon. Maar het gaat even om het voorbeeld hier. Ik heb dit plaatje gedownload en ik ga nu op deze website... op realfavicongenerator.net ga ik mijn webiconen genereren. Ik klik eerst op de knop Select Your Favicon Picture. En dan kan ik dus het plaatje selecteren wat ik in Canva gemaakt heb en gedownload heb. Nou, ik zal mijn plaatje even gaan selecteren. En ik had mijn plaatje favicon.png genoemd. Dus ik selecteer dat plaatje en ik klik op Openen. En dan zullen mijn icoontjes gegenereerd worden. En je ziet een aantal aantal voorbeelden van hoe jouw webicoon er in verschillende systemen uit zal komen te zien. Nou, bovenin zie je jouw favicon in iOS, dus in het besturingssysteem voor Apple-apparaten. Nou, je kunt het originele plaatje gebruiken, maar je kunt ook wat ruimte toevoegen en een andere achtergrondkleur gebruiken. Nou, ik kies deze Add Margins and Plain Background. De achtergrond laat ik op wit staan, dus FFFFFF. En ik kan eventueel bij deze schuifbalk het icoontje wat kleiner en groter laten maken. Nou, op zich vond ik het prima zoals het was, dus ik kan net zo goed het originele favicon icoontje gebruiken. Maar zo zou mijn website favicon of mijn website webicoon er dus uitzien op een Apple iPhone bijvoorbeeld of op een iPad. Ik scroll wat naar beneden en hier zie je hoe mijn icoontje eruit zou zien op een smartphone met het Android besturingssysteem. En hier kan ik eventueel ook nog margins en andere achtergrondkleur kiezen. Nou, ik wil in principe gewoon het plaatje houden wat ik heb geüpload. Ik wil wel een kleine drop shadow hebben, net zoals de Google Apps. Dus ik vink deze optie aan, apply a slight drop shadow similar to official Google Apps. Nou, prima. Ik zal mijn app nog een naam geven. Nou, dit icoontje is eigenlijk bedoeld voor mijn testwebsite muziektools.nl. Dus ik zal mijn appnaam ook muziektools noemen. En je ziet dat die appnaam dan ook onder het icoontje getoond wordt. Ik kan nog een theme color opgeven en ik zal deze op oranje zetten. Dus FF5722. En dan ziet het er zo uit. Als ik weer gewoon FF doe, dan zie je het witte achtergrond. Dit is eigenlijk voor de splash weergave. Als ik op de home-weergave blijf en ik zal dan nog een keer de achtergrondkleur wijzigen, dan zie je dat hij meteen weer naar de splash-kleur overspringt. Die splash op dit scherm zie je wanneer iemand in of op zijn of haar smartphone met Android op het icoontje klikt, of erop tikt, tenminste met de vinger, dan verschijnt dit splash-icoon. En wanneer ik mijn theme color op oranje instel, dan wordt het splash-scherm dus oranje. Nou, ik vind het prima hoe mijn icoon, mijn webicoon, er op Android uitziet. Ik scroll een beetje naar beneden en dan zie je hoe mijn icoon er op een Windows-apparaat uit zal zien. Nou, ik kan in principe niet zoveel hier wijzigen. Ik zou nog een andere achtergrondkleur kunnen kiezen. Nou, bijvoorbeeld groen of donkerrood, dark orange. Nou, deze vind ik wel mooi, dus ik kies hier dark orange. Tot slot zie je nog Safari... van Mac, dus de Safari browser, hoe je hier in de Safari browser getoond wilt worden. Nou, ik vind het prima om mijn plaatje in een monochroom icoon om te zetten. Dan wordt die gewoon als grijswaardig getoond, zeg maar. Ik kan nog een theme color opgeven. Ik ga hier weer mijn oranje kleur opgeven, dus FF5722. En je ziet in de touchbar in Safari wordt dus dat knopje dan oranje. En in het wit zie je mijn hamertje en mijn muzieknootje. Nou, prima. Ik heb mijn icoon ingesteld voor de verschillende apparaten. Ik klik nu op deze knop, Generate Your Favicons en HTML
codes. En dan zullen mijn favicon plaatjes gegenereerd worden. Plus de HTML code die je nodig hebt om jouw favicons en jouw web icons op jouw website te plaatsen. Hiermee heb je dus je eigen web iconen gegenereerd. In twee andere video's op dezezelfde pagina laat ik je zien hoe je deze web iconen kunt gebruiken in zowel Joomla als in WordPress.